Hallo hey allemaal, mijn naam is Roy van zakmeswinkel.nl en in deze video review wil ik gaan hebben over de Rike LD31 Multitool. Een multitool met maar liefst 18 verschillende functies. En eigenlijk lijkt het niet op een multitool, maar is het meer een soort van Zwitser zakmes. Het mag alleen op het predicaat Zwitser niet hebben, uh, want het komt natuurlijk niet uit Zwitserland, maar voor de rest heeft het er vrij veel van weg. Rike messen worden gemaakt door Phoenix. En Phoenix is weer verantwoordelijk voor de zaklampen. En dezelfde kwaliteit die zij in de zaklampen stoppen. kun je eigenlijk ook in deze messen weer terugvinden. Wat resulteert in een heel goed product. Kwalitatief heel erg sterk voor een hele goede prijs. Als eerste de verpakking van deze Rike LD31. Ze worden allemaal geleverd in een mooie kartonnen geschenkverpakking. waardoor het leuk is om zelf uit te pakken. maar ook om te geven natuurlijk. En in de verpakking vinden we natuurlijk het mes. Nou, wanneer we het mes eventjes bijpakken, dan zien we eigenlijk dat het een heel compact multi tooltje is. Uh, wat mooi in je hand past en uh, niet al te dik, maar toch 18 functies bevat. Nou, de beschaling die we zien aan de buitenkant is zwart van kleur en is gemaakt van g 10 uh, Of G10, moet ik zeggen. En uh, G10, dat is een materiaal dat is een composiet. En dat kun je in heel veel vormen en kleuren en structuren kun je dat gieten. Um, en hier heeft Rike ervoor gekozen om de beschaling um, een wat ruwere structuur te geven, zodat het mes een goede grip heeft wanneer je het in je handen hebt. Nou voor de rest aan de buitenkant valt ons de tungsten glasbreker op, dat is het puntje wat we hier voorzien, dat is een gehard puntje en daarmee tik je moeiteloos een raam in of een auto rijdt. Aan de buitenkant vinden we natuurlijk nog een clip. Die clip is te demonteren, maar die kun je ook laten zitten en dan kun je het mes makkelijk in je broekzak stoppen zonder dat die er snel uit zou vallen. De keukentrekker vinden we ook aan de buitenkant, dus mocht je snel een fles wijn open willen trekken is dat geen probleem. Het mes zelf is te openen via de duimsteun aan de buitenkant en dat kan met één hand en dan is het mes ook meteen gelokt. Dit lemmet valt op zijn plek. Uh, en wordt op zijn plek gehouden door een liner lock. En die liner, die vinden we hier. Die liner schuiven we naar de binnenkant. We klappen hem weer dicht en het mes is weer opgeborgen. Nou, we kunnen natuurlijk ook even kijken naar de scherpte van het mes, want vanuit de fabriek standaard worden de messen vlijmscherp geleverd. En dat kun je ook al zien door de scherptetest met dit papiertje. Je ziet, het mes gaat moeiteloos door het. Papier heen. Je kan ze natuurlijk nog scherper krijgen, um, maar vanuit de fabriek zelf weet je al als je hem koopt dat je hem meteen goed kan gebruiken. Nou, wat zit er verder nog van functies op? We hebben natuurlijk de clip, de keukentrekker, de glasbreker al gezien. Nou, we vinden nog wat kleine toeltjes in het midden, zoals deze gordelsnijder. Die is open te klappen. Nou, deze functies die zijn allemaal voorzien van een slipjoint, dus dat betekent dat ze op een plaats blijven zitten, maar ga je echt frikken en uh, uh, duwen en kracht zetten met dit mes, dan heb je kans dat de tools weer naar binnen klappen. Uh, wat me wel opvalt aan deze messen is dat de, uh, uh, dat de tools vrij strak uh, opgeborgen zitten, dus uh, je hoeft er niet bang voor te zijn dat ze zonder heel veel uh, moeite weer terugklappen. Nou, hier zien we een platte schroevendraaier, draaien, wat draadbuigers. Nou, we vinden in het midden hebben we natuurlijk het lemmet gezien nou daarnaast vinden we nog de schaar en die vinden we hier en de schaar is voorzien van een veer dat betekent dat hij automatisch weer openklapt waardoor jij eigenlijk met één hand kan knippen dat is mooi want dan hoef je niet elke keer wat je wel eens bij andere multitoetjes ziet twee handen te gebruiken om het schaartje te gebruiken nou dan hebben we nog een prim. En deze vind ik zelf die gaat wat stroever. En zelfs zo stroef dat ik eigenlijk eerst even het schaatje eruit moet halen. Wil ik de prim kunnen gebruiken? Kijk en daar is die. Kijk en dit gaat dus vrij stroef. En deze valt dus ook weer op zijn plek door middel van een slipjoint. Nou, deze prim is ook vlijmscherp, dit mes. Je ziet het. Puntje is ontzettend spits, heel scherp. We zien een draadoog erbij, wat draadbuigers eh, en zelfs een draadstripper. En ook deze is weer terug te klappen in het mes. Maar je ziet, nu moet je toch eerst eventjes het schaartje en de andere tools openklappen. Wil je deze priem goed kunnen sluiten. Nou, tot zover de review van deze Ryke LD31. Mocht je deze nou willen bestellen, je dan snel even naar zakmeswinkel.nl